Lieve, lieve, lieve allerliefste mensen, uh, ik kreeg serieus waar dit weekend uh, weer uh, zes of zeven verschillende uh, verzoeken voor videoboodschappen van mijn aller, aller, allergrootste fan. Nou, als jij werkelijk, werkelijk waar mijn aller, 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 allergrootste fan bent, dan weet jij dat Vincent geen aanzichtkaart is, geen commercieel hoertje en dat ik dat niet doe, hè? Huh? Maar ik heb altijd gezegd: als jij dan zo graag een, een persoonlijke videoboodschap van mij wil, hè, en je bent een echte vent, of je bent een echte vriend, dan wil ik dat doen voor 1 miljoen euro. En die 1 miljoen euro die gaat Vincent dan aan een goed doel geven. Hè. En dan maak ik voor jou een fantastisch mooie. Uh, persoonlijke video... Ik maak hem zo persoonlijk... Dat je anus nog nagloeit... Van het persoonlijke... Zo persoonlijk maak ik die videoboodschap... Voor jou... Hè? Dus 1 miljoen euro... Dan maak ik één keer... Een persoonlijke videoboodschap... Voor één fucking verjaardag van jullie... Hè? En die geef ik dan... En dat, dat goede doel... Gaan wij dan... Met z'n allen uitkiezen... Waar we dat in gaan pompen. Er zit genoeg geld in Nederland. Dus er zal vast één motherfucker zijn. Die bij er zal vast één motherfucker zijn. Nou, uh, uh, het is mijn allergrootste, allergrootste wens. Hè? Het is mijn zoons allergrootste wens. Om Vincent's uh, videoboodschap in zijn anus te krijgen. Daar heb ik wel 1 miljoen euro voor over. En die 1 miljoen euro kan jij toch ook weer afschrijven van jou. Uh, hoe heet dat? Van jouw belastingcentjes. Dus wat is die 1 miljoen euro? Dus jongens, wees een echte vent. En hark 1 miljoen euro bij elkaar. En dan gaat Vincent een persoonlijke videoboodschap in je anus proppen. Hallo.